Goedenavond. Bij twee schietpartijen in Rotterdam vallen twee doden en één zwaar gewonde. Een verdachte is opgepakt. Jean-Marie de Dekker komt bij de federale verkiezingen van volgend jaar op voor N-VA. Hij wordt lijsttrekker voor de partij in West-Vlaanderen. De katholieke VZW, Broeders van Liefde, verontschuldigt zich bij slachtoffers van seksueel misbruik in haar instellingen. Intussen duiken over de organisatie nieuwe getuigenissen op. Dus ik kwam de verpleger aangeven en de BOB'ers keken naar elkaar. Nog heden. En een ploeg van het journaal is in Oekraïne. Straks een verslag uit Nikopol, waar gevreesd wordt voor een Russische aanval op de stad. In Rotterdam in Nederland zijn twee doden gevallen bij twee schietincidenten. Eén dode viel in een groot universitair ziekenhuis. De verdachte van beide schietpartijen is een student van de universiteit en is bekend bij de politie. Paniek in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De politie vraagt iedereen om het gebouw te verlaten. Ook de speciale eenheden worden ter plaatse geroepen, want er zou een schutter actief zijn in het ziekenhuis. Dokters, patiënten en studenten moeten zo snel mogelijk naar buiten. Wij moesten eruit, ja. Heeft u iets van binnen meegekregen? Helemaal niets. Helemaal niks. Alleen een hele hoop politie. En verder die zegt weg, weg, weg hier. En verder. Welke mededeling kreeg u? Ontruimen. Ook de brandweer haast zich naar de locatie, want op sociale media circuleren beelden van een brand in het ziekenhuis. Die werd wellicht gesticht door de schutter. De brand zou intussen onder controle zijn. De politie heeft intussen een verdachte opgepakt, een 32-jarige man uit Rotterdam. Hij zou eerder op de dag ook een vrouw en haar dochter neergeschoten hebben in een woning in de stad. Bij zijn aanhouding rond 3:30 had hij een vuurwapen op zak en droeg hij een kogelwerend vest. Op basis van de informatie die nu bij het onderzoeksteam bekend is, kunnen we bevestigen dat de verdachte alleen handelde. We zijn dan ook niet meer op zoek naar een andere verdachte. Zijn daad zien wij als een gerichte actie, maar het vergt nader onderzoek om duidelijkheid te krijgen over het hoe en het waarom. We zijn met een ploeg ter plaatse in Rotterdam. Als het lukt, gaan we later in dit journaal live naar daar voor een laatste stand van zaken. Slachtoffers van seksueel kindermisbruik in instellingen van de katholieke organisatie Broeders van Liefde worden uitgenodigd voor een gesprek met de VZW. Het is een rechtstreeks gevolg van de getuigenissen in het VRT-programma God Vergeten. Getuigenissen zoals deze. Ze hebben dat zelfs een keer gedaan op een halter. Dat ik er op de halter moest staan en mijn benen naar moeten en zo. De VZW Broeders van Liefde wil slachtoffers nu uitdrukkelijk centraal stellen en hen niet langer aan hun lot overlaten. Broeders van Liefde verontschuldigt zich bij hen en belooft de eigen organisatie door te lichten, zodat dit nooit meer kan gebeuren. Slachtoffers, want die komen nu helemaal op de eerste plaats. Daar waar ze in het verleden eigenlijk aan hun lot werden overgelaten en waar de aandacht voornamelijk ging naar de daders, naar het afdekken van wat er zich had afgespeeld. Zo komt er een meldpunt bij Broeders van Liefde voor mogelijk nieuwe slachtoffers die zich nog willen melden, maar ook voor medewerkers en voormalige medewerkers die hun verhaal willen doen. Want destijds konden die nergens terecht. Integendeel, met zulke getuigenissen was je niet welkom. Dat horen we van Daniel, die ooit bij Broeders van Liefde werkte. Eind jaren 70 begint Daniel te werken als opvoeder in een instelling van de Broeders van Liefde in Roeselare. Daar krijgt hij al snel te horen dat sommige broeders zich vergrijpen aan kinderen. Zo ook een broeder die zieke kinderen verzorgt op de medische dienst. Maar dat binnenavond dat ik van dienst was, kwam mij gewoon een jongetje halen die eigenlijk medisch niks mankeerde. Dan heb ik gezien, dus door het witte glas, dat de broeder dus, ja... Hij stond recht, het kindje zat op schoothoogte. Ik zag bewegingen, dat wist ik genoeg. Ik zeg, het is bezig, hè, met iets. Eruit geklopt, heeft dan toch de deur open gedaan. Dat manneke is dus tussen ons geglipt naar de leefgroep.
We hebben daar 14 dagen eigenlijk geen weg mee kunnen. Van die jongen had de drama opgelopen, hè. Daniel is geschokt en beslist om klacht in te dienen bij de politie, de toenmalige BOB. De boetes hebben dan inzage gekregen in het dossier. En dan hebben ze mij het leven zuur gemaakt. Ik werd naar andere leefgroepen gestuurd, omdat ik niet echt meer kon functioneren. Na lang verhaal hebben ze mij op de duur ontslagen om medische reden. Ik mocht mijn C4 gaan halen en dat was het. Hoe zwaar heeft dat uw leven getekend? Tot op heden altijd. Het is een terugkerende droom. Om de zoveel weken, soms dagen, droom ik er nog van. Het is absoluut niet verwerkt. En ik geef nog mee dat ter zake straks Raf de Rijke in de studio heeft, de voorzitter van Broeders van Liefde. En de kwestie van het jarenlange seksueel misbruik binnen de katholieke kerk houdt nu ook de top van de politiek bezig. Deze voormiddag is er overleg geweest op het kabinet van de eerste minister. Premier De Croo en minister van Justitie van Quickenborne hebben er gepraat met de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, en met de vertegenwoordiger van de slachtoffers, priester Rick de Villet. Hij verzamelde jarenlang getuigenissen van slachtoffers en bracht destijds ook de kerkleiding op de hoogte. Erik de Villet zit bij ons in de studio. Welkom en bedankt om tot hier te komen. Voor alle duidelijkheid, u heeft daar straks een gesprek gehad met de premier, met minister van Quickenborne. Bisschop Bonny zat daar niet bij, nee. Bij dat gesprek. Nee. Goed. Maar dat gesprek, heeft dat wat opgeleverd? Ja, dat zal van hen afhangen. Dus ik heb de dingen gezegd... Wat is uw gevoel? Ze hebben geluisterd. Mm-hmm. En dat is altijd goed, denk ik. Dus ze hebben echt geluisterd, volgens mij. En ik denk dat ze nog een paar dingen hebben vernomen die ze misschien nog niet zo in hun hoofd hadden. Ik had een gevoel van luisteren. Oké, dat is dan al positief. Hebben ze concrete beloftes gedaan of concrete zaken aangekondigd die ze gaan doen? Nee, naar mij toe niet. Dus ik heb mijn ding mogen zeggen, mijn ervaringen en zo. Met de slachtoffers, met de kerk, met Rome. Die dingen die hebben we kunnen vertellen. Mm-hmm. Nu, er is heel wat te doen, hè, na die getuigenissen op televisie en heel veel verontwaardiging en commotie daarover. En politiek schiet in actie. Gelooft u dan dat er nu echt iets zal veranderen? Om te beginnen vanuit de kerk. Ja, ik ben een priester, dus ik geloof. Ja. Al van in de jaren 90 geloof ik in, als ik naar de kardinaal ging zoveel keren of naar andere bisschoppen of oversten. Ik dacht altijd, die nemen het au sérieux. Mm-hmm. We zijn in de loop van de geschiedenis altijd wat bedrogen uitgekomen. Ja. Dus dat geloof is wel een beetje aan het wankelen geraakt. En ik denk nu eerder, laat eens zien wat je doet. En ik zal dan zien of we daar iets vanuit de slachtoffers mee kunnen doen. We zijn natuurlijk wel iets kritischer. Ja, heeft de kerk volgens u in dit land nog altijd meer macht dan het gerecht? Dat is duidelijk. Alleen al aan het verhaal dat we nu nog van monseigneur Bonny hoorden, hoe hij bijna moet bidden en smeken om een bisschop te vragen die kinderen heeft misbruikt, om die het zijn bisschopambt neer te leggen. Dus als je al moet voor daders gaan knielen en je bent het hoofd van de kerk, je bent bisschop, ja, betekent dat dan dat zij geen macht hebben? Ik kan dat moeilijk geloven. Want ze kunnen zo met één knip een priester die huupt zeggen, je bent ontslagen en dat is gedaan. En daarvoor doen ze het wel en voor iets anders niet. En daar valt niet te zeggen, laat ons nog eens een weekje nadenken en we zullen dan antwoord geven. Nee, zo is het. In een tijd van Geluwe, die belde naar Bethune en die zei, toen Bethune aangekondigd had dat hij ging trouwen, toen zei hij, ja, je bent laag gevallen, mm-hmm. zei hij tegen die priester. Mm-hmm. Ja, dat voor de kerk. Natuurlijk is er ook de politiek, hè, die toch wel in gang is geschoten nu. Er is ook een oproep voor een parlementaire onderzoekscommissie en ook de premier. Is dat idee toch wel wat genegen? Laten we eens luisteren naar wat hij vanmiddag zei in de plenaire zitting. De regering neemt kennis van een initiatief rond een parlementaire onderzoekscommissie. En dat zou een zeer sterk signaal zijn. Er is inderdaad een commissie geweest na de affaire van Geluwe. Die heeft heel veel aanbevelingen gedaan. Niet alle aanbevelingen zijn uitgevoerd. Ja, we horen de premier zeggen dat niet alle aanbevelingen zijn uitgevoerd.
Maar u heeft ook veel kritiek op die bijzondere commissie zelf, hè, destijds. Ja, wij hadden toen ook al een onderzoekscommissie gevraagd. Waarom? Omdat je op zo'n commissie, daar moet je onder ede spreken. En de commissie zoals we ze nu hebben meegemaakt, dat was een beetje een commissie van wie gaat de grootste leugens vertellen. Mm-hmm. Dat we soms zeiden, ja, dat is hier niet meer correct. Men vertelt hier zomaar dingen die men denkt ja, te mogen vertellen zonder enige referentie met de werkelijkheid. Mm-hmm. En als er zo'n parlementaire onderzoekscommissie zou komen, vindt u dan dat die het werk van die bijzondere commissie van destijds opnieuw moet doen, maar dan iedereen onder ede laten verklaren natuurlijk? Of moet die ook het onderzoek naar het onderzoek doen? Want daar wordt ook veel over gezegd. Ik zou kiezen voor het tweede. Ja. Dus ze hebben toen de kans gehad op een toch na de besluiten van dat onderzoek toch dat correct uit te werken. Maar als we zien hoe dat geëvolueerd is, dat toch de kerk weer mee mocht beslissen hoe dat zou uitgewerkt worden, de beslissingen van die parlementaire commissie. Ik herinner mij nog zeer goed dat toen de opvolgingscommissie moest opgericht worden, dat wij als slachtoffers zeiden, ja, als de bisschoppen die mee mogen bepalen hoe de lijnen binnen die commissie zijn, dan de slachtoffers ook. Mm-hmm. Maar ik herinner mij nog zeer goed, het leek mij symbolisch. De parlementaire gingen binnen, de bisschoppen gingen binnen, wij stonden aan de deur en de deur ging voor onze neus toe. En wie heeft dat destijds zo beslist? Ja, dat moet gaan hen vragen. Wij stonden voor de deur en wij keken ernaar. Mm-hmm. Het is een beetje zoals die film over Antwerpen. We stonden erbij en we keken ernaar. Mm-hmm. Toch nog één vraag. U vecht hier al 30 jaar voor. Hè? En u bent op heel veel weerstand gebotst al die jaren. Waarom is iedereen nu wakker geschud, denkt u? Ja, ik heb de onmogelijkheid gehad van in 2019 nog een boek te schrijven, dit hier. Dus, en toen het net af was, brak corona uit. Dus dat is daar blijven liggen. En bij wonder zijn daar twee engelen gepasseerd. Dus Ingrid Schildermans en Ibe Daniels. De makers van de dokken. De makers van de dokken, ja. God vergeten. Toen ik die voor de eerste keer zag. Maar meisjes toch, waar gaan jullie aan beginnen? Dit is passé. Maar vindt u het normaal dat er eigenlijk een tv-programma nodig is om iedereen wakker te schudden hierover? Ik vind het verschrikkelijk. In welk land leven wij? Wat zou u denken, moesten we na 30 jaar zeggen oei, wij zijn vergeten onze oud-strijders te gedenken. Oei, nu moeten we ineens beginnen. Ja, en families van oud-strijders, zouden oud-strijders zelf die nog leefden zijn, nogthans komen aankloppen, mm-hmm. zou het niet belangrijk zijn? Wij zijn er ook nog. Ja, en het is elke keer hetzelfde. Waarom moeten die slachtoffers het zelf doen? Mm-hmm. Wij hebben nu voorgenomen, als er nog iets gebeurt, nu gaat je eerst naar de slachtoffers luisteren. En de reeks God vergeten heeft daar wonderwel in geslaagd. Ze heeft heel Vlaanderen laten luisteren. En voor de eerste keer heeft ook de gewone mens en ook vanuit de politiek en zelfs een beetje vanuit de kerk geluisterd. Een beetje vanuit de kerk, dat is hoopvol. Dank u wel voor dit gesprek, meneer De Villiers. Jean-Marie De Dekker doet mee aan de verkiezingen in juni volgend jaar, maar niet met zijn eigen partij Lijst De Dekker. Hij zal voor N-VA de federale kamerlijst in West-Vlaanderen trekken. Als onafhankelijke, De Dekker wordt geen lid van N-VA. In 2019 deed hij trouwens hetzelfde, toen als lijsttuber. Jean-Marie De Dekker zou eerst stoppen als parlementslid. Hij vond de job nutteloos, maar hij bleef en sprak over de toekomst met Vlaams Belang. Het is nooit een optie geweest. Een comeback van zijn eigen partij, LDD, was dat wel. Maar mevrouw De Dekker verzette zich. Dat is 300 kandidaten vinden, waarvan de geld vrouwen dergelijke meer. En we hebben ook een tussenopiniepeiling gezien, die georganiseerd werd door Doorbraak, waar men ons toen ook al op de lijst gezet had. Bijvoorbeeld LDD, Lijst De Dekker, haalt in West-Vlaanderen 2,8% van de stemmen. Dat is een wake-up call. En dus trekt De Dekker de West-Vlaamse kamerlijst van N-VA. Duidt het ook niet op bloedarmoede dat u een lijsttrekker moet daar zetten van 71 die niet eens lid wordt van de partij?
Wel, wij hebben Jean-Marie natuurlijk al 5 jaar bij ons in de groep en werken uitstekend samen. Dat speelt ook wel. Op alle essentiële domeinen denken wij wel hetzelfde. En dan is natuurlijk de vraag, ga je een jong iemand uit de jonge generatie die we uit West-Vlaanderen hebben naar voren sturen, wetende dat die nog niet zo gekend zijn, of ga je voor een bekend merk kiezen? En dan gaan we dat niet meer wat schudden. Dat N-VA de dekker ooit buiten gooide, lijkt vergeten. LDD scoorde daarna maar even. N-VA vist de dekker weer op en toch zegt hij nu nog altijd dat N-VA hem ontgoochelt, omdat de Wever geen regering leidt. En als ik me nu ook engageer, zou ik me ook zelfs willen engageren en de uitnodiging zeggen, Bart, neem de treft in handen. Niet Bart Verhulst, Bart de Wever. Meneer de Wever, uw antwoord? Iedereen heeft recht op zijn eigen visie op het verleden. Wat ons hier samenbrengt, is onze gedeelde visie op wat er moet gebeuren. De toekomst dus. Die van Sander Lones ligt in het Vlaams parlement. Hij trekt daar de lijst niet meer in de Kamer. Lones bracht nogthans 2 staatssecretarissen ten val. Er is u iets beloofd. Nee, er is mij helemaal niks beloofd. Als bedanking krijg ik een promotie naar het parlement dat er echt toe doet, het Vlaamse. Het is maar dat de federale lijsttrekker het weet. Bart Verhulst aan het federaal parlement. Goedenavond. Kunnen we zeggen dat die twee, de dekker en N-VA, voor elkaar kiezen omdat ze elkaar nodig hebben? Absoluut. N-VA heeft het al een hele tijd moeilijk in West-Vlaanderen. De kust en de polders zijn duidelijk Antwerpen niet. Bart De Wever zelf noemt West-Vlaanderen een uitdagende provincie. En die uitdaging wordt eigenlijk alleen maar groter. Want in die peiling waar de dekker het daarnet over had, daar haalde Vlaams Belang bijna 30% van de stemmen. En N-VA iets meer dan de helft van die score. Met andere woorden, N-VA heeft een West-Vlaams stemmenkanon nodig. Zeker als ze hun ambitie willen waarmaken om de huidige federale regering weg te krijgen. Maar het is al van Geert Bourgeois geleden dat ze nog zo'n stemmenkanon hadden. Bourgeois, die trouwens destijds dekker tegenhield om bij N-VA te komen. Nu, dat intern verzet bij N-VA tegen de dekker is heel wat minder nu, omdat iedereen in die partij denk ik ook wel beseft, ja, als je in 2019 iemand hebt die als lijstduwer 40.000 voorkeursstemmen haalt, dan heeft hij zeker nu iets te bieden als lijsttrekker. Ja, dus N-VA heeft met de dekker een West-Vlaams stemmenkanon. Waarvoor heeft de dekker N-VA nodig? Wel, dat heeft dan vooral te maken met wat er eind volgend jaar gaat gebeuren. En dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De dekker wil namelijk heel graag burgemeester van Middelkerken blijven. En daarvoor heb je meer aan goede banden met N-VA dan aan goede banden met Vlaams Belang. Vlaams Belang trouwens een partij waarvan de dekker zegt die is te links voor mij en ook te ranzig. Trouwens, Jean-Marie de Dekker wordt ook geen lid van N-VA. Hij blijft als onafhankelijke. Dus eigenlijk zegt die trege die West-Vlaamse kiezer, stem op mij, stem op N-VA, maar ik vind het zelf wel niet de moeite om een lidkaart te kopen van die partij. De dekker zegt zelf, ja, ik wil op die manier mijn vrijheid behouden. En N-VA-voorzitter De Wever noemt die discussie over die lidkaart, net zoals alle andere meningsverschillen die er wel degelijk op sommige vlakken zijn, tussen de dekker en N-VA, niet relevant. Dankjewel Bart voor je uitleg. En van Brussel gaan we naar Rotterdam. We hebben daar onze reporter Dominique de Graaf. Want we weten, daar zijn 2 schietincidenten geweest met 1 dader. En 2 dodelijke slachtoffers. Maar wat weet jij al meer? Wat is de laatste stand van zaken? Ja, er is net een persconferentie geweest waarbij de burgemeester van Rotterdam en de politie een en ander verteld hebben. Er zijn inderdaad 2 dodelijke slachtoffers gevallen bij de 2 schietincidenten. 1 is de vrouw die in de woning is neergeschoten, in de privéwoning. En de andere, het andere dodelijke slachtoffer is de docent die in het universitair ziekenhuis is neergeschoten. Blijkbaar, maar die informatie is niet bevestigd, zouden de 2 partners geweest zijn van elkaar. En de 14-jarige dochter die ook aanwezig was in de privéwoning tijdens het schietincident, die zou levensgevaarlijk gewond zijn. En dat weten we al betreffende de slachtoffers. Daarnaast, ja, de dader, dus dat is een 32-jarige man, die is opgepakt rond een uur of 4, 5. En dat zou dus de enige schutter geweest zijn. Nu, die heeft ook een link met het universitair ziekenhuis, want die zou daar student geweest zijn. Nog onbevestigde informatie is dat hij blijkbaar niet zou weerhouden zijn om arts te worden. Dat wordt gezegd door een arts van het ziekenhuis zelf.
Mogelijk is dat een motief voor de man om die schietincidenten te veroorzaken. Maar dus, dat is niet bevestigd. De man wordt momenteel nog verhoord. De politie zei ook dat er nog heel veel vragen onbeantwoord zijn. Het onderzoek loopt nog volop. Maar wat er dus ook nog wordt gezegd is dat de dader, de vermoedelijke dader, dat die een buurman zou geweest zijn dus van de docent en van de vrouw die bij het schietincident zijn omgekomen. Ja, ondertussen is het ziekenhuis ook helemaal leeggemaakt. De patiënten zijn geëvacueerd en de politie die doorzoekt nog één keer het hele ziekenhuis om te kijken of er misschien nog een ander wapen is achtergebleven, want er is toch al één wapen gevonden. En verder kijkt men of er toch nog slachtoffers zijn achtergebleven. Als dat allemaal in orde is, dan zal het ziekenhuis ook weer vrijgegeven worden. Dank je wel, Dominique. Toch nog veel vragen in deze zaak. Bedankt voor de laatste informatie mee te geven. In Zeeuws-Vlaanderen zijn de eerste oesters van het nieuwe seizoen geoogst. Dat is voor straks. En we gaan ook kijken in een oesterkwekerij waar oestertjes gekweekt worden voor ze de Oosterschelde ingaan. Eerste energiepremie van de federale overheid. Die is voor heel wat Belgen nog altijd niet in orde. Meer dan 96.000 mensen wachten nog altijd op het beloofde geld. De overheid kwam vorige winter tussen in de toen zeer hoge energiefactuur voor gas, elektriciteit, stookolie of pellets. Maar bijna een jaar later blijven er bij de federale ombudsman klachten binnenkomen. Het gaat over een hoog aantal klachten. We hebben nog nooit zoveel klachten binnengekregen op zo'n korte periode. Om een idee te geven van het aantal, op een negental maanden tijd, dus van januari tot nu, hebben we meer dan 1200 klachten binnengekregen over die energiepremies. Komen er nog steeds klachten binnen? Er komen nog steeds veel klachten binnen. Ja. De stroom aan klachten blijft aanhouden. Dus wij worden ook zelf geconfronteerd met de organisatorische uitdagingen om die klachtenstroom wel degelijk aan te kunnen. De overheidsdienst Economie zegt er alles aan te doen om alle aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Maar sommige dossiers vragen meer tijd omdat er nog informatie ontbreekt. In totaal kreeg de dienst bijna 1,5 miljoen premieaanvragen binnen. En daarvan zijn er nu 1,37 miljoen afgehandeld. Zowat 100.000 dossiers zijn dus nog in behandeling. Maar we hebben gewoon heel veel premies die we hebben moeten verwerken op korte tijd. We zijn moeten starten vanaf nul. Dus we hebben echt met de middelen die we gekregen hebben echt ons best gedaan om het zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te behandelen. Wat voor de meeste mensen ook gelukt is. Maar er blijven nog altijd die specialetjes over, die moeilijke dossiers die wat meer tijd of die meer tijd in beslag nemen. Wat raadt u mensen aan om te doen die hun premie nog niet gekregen hebben? Nog meer geduld hebben. De inflatie, het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven wordt, is deze maand stevig gedaald. In augustus was de inflatie 4%, nu nog 2,4%. 2,4%, dat wil zeggen dat het leven de voorbije maand ruim 2% duurder was dan een jaar geleden. En hier willen we graag wat meer uitleg bij van Michel van Drogenbroek. Ja, kunnen we zeggen dat dat goed nieuws is, inflatie op 2,4%? Ja, het is eigenlijk het streefdoel waar de Europese Centrale Bank, die de inflatie in de eurozone in het oog moet houden, wel, dat is wat zij liefst heeft, dat die inflatie rond de 2% ligt. En dat was al bijna 2 jaar geleden. Dus op dat vlak is die inflatie gezakt, fors gezakt. Niet alleen in vergelijking met vorige maand. Ja, een jaar geleden was die meer dan 11%. Dus ja, dat is op zich wel goed nieuws. Maar dat ene cijfer van die inflatie, dat verbergt een beetje dat het toch vooral komt door de energieprijzen die heel veel lager liggen dan een jaar geleden. Je weet, toen waren die echt waanzinnig hoog. En het is die verlaging in vergelijking met toen die vooral dat cijfer naar beneden trekt. Maar dat is heel volatiel. Als je dat wegzuivert, die energieprijzen, en dan kijk je naar de kerninflatie, die ligt nog altijd op 7%. Dus dat betekent dat het leven toch nog altijd structureel wel duurder wordt. Dus er is wel enige nuance nodig bij het feit dat inflatiecijfer zo gezakt is. Ja, aan de winkel gaan blijft een pak duurder dan een jaar geleden. Zal die inflatie die nu relatief laag staat nog verder blijven dalen, denk je? Dat is de grote vraag. Dat zou wel moeten, want in andere landen van de eurozone ligt die nog veel hoger. Maar er is één spelbreker en dat zijn opnieuw die energieprijzen die nu aan het stijgen zijn. En dat is dan toch vooral de olieprijzen. Als je de olieprijs, we zullen even naar kijken, van de voorbije 3 maanden bekijkt, ja, die is eigenlijk zeker de laatste weken fors gestegen van een $75 voor een vat ruwe olie naar bijna $100 op dit moment. En wij voelen dat ook aan de pomp. Als je vandaag vergelijkt met 3 maanden geleden, toen was een liter diesel 1,74
74 euro per liter. Vandaag is dat bijna 2 euro per liter. En dat maakt op een gewone tankbeurt al 15 euro verschil. Dus die prijzen zijn opnieuw aan het stijgen. En dit zou wel eens de katalysator kunnen zijn van een verdere of opnieuw stijging van die inflatie de komende maanden. Dus of die daling die we nu zien, of die echt verworven is en permanent is, velen twijfelen er toch over. Ja, we zullen al zien wat het volgende maand wordt om te beginnen. Dankjewel, Michel. De Nederlandse reisorganisatie Vacances Soleil is door de rechtbank failliet verklaard. Ook tienduizenden Belgen boekten jaarlijks een vakantie bij Vacances Soleil op campings over heel Europa met luxe tenten of staakaravans. Het bedrijf had al langer een grote schuldenlast en raakte er na de coronacrisis niet meer bovenop. Het is niet helemaal duidelijk wat klanten die nu met vakantie zijn of een verblijf geboekt hebben moeten doen, maar ze kunnen hoe dan ook terugvallen op een garantiefonds. De zelfverklaarde Republiek Nagorno-Karabach houdt op 1 januari op te bestaan. Dat heeft de separatistische regering van het gebied aangekondigd. Nagorno-Karabach is een gebied in Azerbeidzjan waar Armeniërs wonen. Maar al meer dan de helft van hen is de voorbije week gevlucht naar Armenië. Azerbeidzjan heeft Nagorno-Karabach aangevallen en de zogenoemde republiek kon geen stand meer houden. De stroom auto's vanuit Nagorno-Karabach richting Armenië blijft aanhouden. Aan de grens krijgen de uitgeputte vluchtelingen voedsel en water van de Armeniërs. De meeste van hen zagen geen andere uitweg dan haven en goed achter te laten. Dertig jaar lang werd Nagorno-Karabach bevolkt en bestuurd door etnische Armeniërs. Maar na de recente aanval van het Azerbeidzjaanse leger loopt de hoofdstad Stepanakert aan een snel tempo leeg. I can't say exactly how many people already leave, but we still have perhaps a certain percent citizens here. They are staying in shelters, even in government buildings. Een voormalige regeringsleider van Nagorno-Karabach is intussen opgepakt door de Azerbeidzjaanse Veiligheidsdienst op beschuldiging van terroristische activiteiten. De rest van het separatistische bestuur heeft aangekondigd dat ze hun eigen republiek op het einde van dit jaar opheffen. Of er dan nog etnische Armeniërs zullen achterblijven, is hoogst onzeker. In Oekraïne is het militaire bestuur van de stad Nikopol bezorgd over een mogelijke aanval van Rusland. Nikopol ligt aan de oever van het Kachovka-stuwmeer. In juni liep dat leeg nadat de stuwdam vernietigd werd. En daardoor is er geen buffer meer tussen de Russische en de Oekraïnse troepen. Zeker niet komende winter, wanneer het resterende water van het meer zal bevriezen en troepen gemakkelijk het meer kunnen oversteken. Een verslag van Jan Baljouw. Het was vroeger in Nikopol aangenaam vertoeven aan de oever van het Kachovka-stuwmeer. Maar het water is bijna helemaal verdwenen. En aan de bomenrij aan de overkant zitten de Russische militairen die bijna dagelijks de stad beschieten. Ondanks het gevaar wonen hier mensen en ze blijven de schade herstellen. Ook al is de kans groot dat hun herstellingen weinig zin hebben. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe watertoevoer naar Nikopol, want alle water kwam vroeger uit het stuwmeer.
De inwoners hebben intussen terugstromend water. Maar militair bestuurder Yevtushenko waarschuwt dat er nog grote problemen zijn met het water. Продолжая тем, что не работает нормальное предприятие, и сельское хозяйство, яке поливало раньше поля, пшеницу выращивали, кукурузу на орошаемых землях, этого всего на сегодняшний день нету. Nu het stuurmeer leeg is, stijgt volgens Yevtushenko ook het gevaar van een Russische aanval op Никопол. Они могут попытаться перейти, это даже не обсуждается. Сейчас легче. Легче? Легче переходить. Легче переходить, конечно. Да. А легче всего будет зимой переходить, когда остатки вот этого всего замерзнут. Никопол moet intussen ook rekening houden met een mogelijk ongeluk in de nabijgelegen kerncentrale van Zaporizhia, die in Russische handen is. Остался только прудоохладитель, то неизвестно, как дальше будет в нем. Если вода уйдет с прудоохладителя, тогда авария станет практически неизбежной. Ondanks alle problemen is toch meer dan 60% van de 100.000 inwoners hier gebleven. Я так думаю, если бы никопольчане уехали. Здесь бы уже Украины не было, я так думаю. Никопол heeft af te rekenen met verschillende problemen. Er is de kerncentrale van Zaporizhia. Het water is uit het stuurmeer verdwenen. En er zijn ook de voortdurende Russische beschietingen. Jan Baljouw, VRT Nieuws in Nikopol. De raket die vorig jaar neerkwam op een dorp in Polen bij de Oekraïnse grens was wel degelijk een Oekraïnse luchtafweerraket. Dat zegt de Poolse minister van Justitie na een onderzoek. De raket kwam neer op NAVO-gebied en er werd gevreesd dat de Russische invasie in Oekraïne zou escaleren tot een grotere oorlog. Maar even snel werd vermoed dat het geen Russische raket was. En dat is nu bevestigd, al blijft Oekraïne dat ontkennen. Taiwan heeft een nieuwe duikboot voorgesteld, de eerste ooit die het zelf heeft gebouwd. Volgens de president van Taiwan kan het eiland nu zijn grenzen beter beschermen en dat is vooral een boodschap aan China. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie die het ooit terug wil. Eind volgend jaar pas is de duikboot gebruiksklaar. Taiwan zal er in totaal 8 bouwen. En de Amerikaanse soldaat Travis King is terug in de Verenigde Staten. Hij werd 2 maanden lang vastgehouden in Noord-Korea nadat hij zonder toestemming vanuit Zuid-Korea de grens was overgestoken. Hij was gevlucht omdat hij een straf vreesde van het Amerikaanse leger. De Brits-Ierse acteur Michael Gambon is overleden. Hij was 82. Gambon is vooral bekend van de Harry Potter-films waar hij professor Pergamentus speelde. In 6 van de 8 Harry Potter-films was hij te zien. Gambon speelde in talloze andere films en ook op televisie en in het theater. In 1998 werd hij geridderd door de Britse koningin Elizabeth. Liefhebbers van Zeeuwse oesters mogen alweer beginnen te likkebaarden, want het nieuwe seizoen is aangebroken. De eerste Zeeuwse platte en holle oesters zijn vanmiddag uit de Oosterschelde gehaald, geproefd en goedgekeurd. Ons land is de grootste afnemer van Zeeuwse oesters. 3/4 van de oogst komt naar België. De Ierseke 84 haalt op de Oosterschelde de netten op, met daarin de verse oesteroogst. Voor de bemanning blijft het spannend. We doen het al generaties lang, de oesterkweek. En mijn vader of mijn opa die zegt ook altijd van ja, je hebt magere jaren en je hebt vette jaren. Ja, dus, Ook in ondiepe delen van de rivier is de oogst gestart. Te voet worden de eerste platte oesters van die percelen naar het schip gebracht. En dan is het hoog tijd om te proeven. Super. Om kwaliteit te garanderen zoeken de oesterkwekers naar technieken om beter te werken. Bij de voortplanting van de oesters bijvoorbeeld. Als die natuurlijk gebeurt, gaan 99,99% van de eitjes verloren. In een oesterkwekerij hebben ze meer succes. We noemen ons ook zelf wel een beetje de beschermde Oosterschelde. Dus met optimale temperatuur en juiste voeding kunnen we net dat kleine zetje geven om weer verder op te kweken. Dat is eigenlijk de oesterkweek naar een hoger niveau tillen? Ja, zeker. Ja, zowel in groei als in vorm als die ondersteuning van die oesters hier. In de kwekerij worden mini-larfjes in perfecte omstandigheden opgekweekt tot ze in speciale bakken mini-oesters worden. En die kunnen na enkele maanden naar de Oosterschelde. Hier zie je al echt dat het een oestertje is. Hè. Voor het zicht is het al een mooie oester. En deze zijn nu klaar om naar onze buitenkweek te gaan zetten.
In de Oosterschelde groeien ze dan 2 tot 3 jaar om te evolueren tot de oester die we vandaag kennen. Een product waar Zeeland elk jaar weer naar uitkijkt. Dat is een enorm fijn moment. We zijn er trots op. Hè? En ons Zeeuws product, ja, het komt hier zo uit het schoonste gebied van Europa. Verster kan je ze niet krijgen. Straks gaan we naar Brugge. Daar was het vanmiddag al kerstmarkt. Compleet met versierde kerstbomen en kersthapjes. Maar waarom nu al? Dat verneemt u straks. Dag Tess. Arnaud Delis die heeft nog maar eens een koers gewonnen. Ja, zijn 9e overwinning is het al dit seizoen voor de jonge Arnaud Delis. Hij won vanmiddag het circuit Franco-Belge. Dat is een semi-klassieker in Wallonië. De renners die moeten onderweg onder andere 6 keer de Côte de Trieux trotseren. Maar de sterke Delis breekt niet. Ook de aankomst ligt bergop op de Kluisberg. En in de sprint is Delis duidelijk de betere. De Waalse machtsmens verslaat de Noor Rasmus Stiller. En de Nieuw-Zeelander Corbin Strong is derde. C'est toujours plaisir de pouvoir récompenser l'équipe avec une victoire. C'est pas toujours simple, mais voilà. Je savais que j'avais des bonnes sensations après Québec, après le championnat d'Europe. Et voilà, je pense qu'on a vraiment fait une belle course, toujours en contrôle. Et voilà, voilà, je le dis depuis que j'ai signé, mais voilà, on voit que le choix de rester chez Lotto était le meilleur. Glenn de Boek maakt zijn comeback als trainer in de hoogste klasse van ons voetbal. Hij moet KV Kortrijk weghalen uit de degradatiezone. Een opvallende keuze van Kortrijk, want de Boek die coachte de voorbije 4 seizoenen geen club meer. Na zijn ontslag bij Lokeren nam hij een pauze. Bij KVK volgt hij Edward Still op. Het is niet de eerste keer dat de Boek de redder van Kortrijk moet worden. In 2017 hield hij de West-Vlaamse club al eens nipt in eerste klasse. Dit keer is de opdracht misschien nog moeilijker, want na 8 speeldagen staat KV Kortrijk laatste met amper 2 punten. Er worden deze week ook inhaalmatchen gespeeld in het voetbal. Gisteravond was er de topper tussen Antwerp en Gent. Maar die topper baarde een muis. Het bleef bij 0-0 na een match waarin Gent vooral kwam om te verdedigen op het veld van de landskampioen Antwerp. Gent blijft na het gelijkspel wel zeker van de leidersplaats. Nou, ik ben niet tevreden en ik ben wel tevreden. Gemengde gevoelens bij Mark van Bommel na de 0-0. Antwerp kon voor de 3e keer op een rij niet scoren. Nou, als je dan een paar keer zo'n wedstrijd speelt, ja, dan zie ik jullie al de pennen vast hebben. Maar zo is het niet. Ik ben eigenlijk best tevreden op de manier hoe wij voetballen. Het klinkt gek, ik ben niet tevreden over het resultaat, maar wel op de manier hoe wij de tegenstander aanpakken. En die tegenstander, AA Gent, parkeert de bus op de Bosuil. Weinig tot geen kansen dus. Gent komt hij zo na wel op voorsprong. Maar de goal van Kandous wordt terecht afgekeurd voor buitenspel. Antwerp creëert weinig. Het plan van Hazebroek werkt dus. We moesten iets doen. Hè. En dus dan hebben ze dat goed uitgevoerd. Hè. Je vraagt iets en dan doen ze dat. En dan moet je daar zelfs tevreden mee zijn, vind ik. Dus ik heb er totaal geen probleem mee. Langs Antwerpkant hebben ze er wel problemen mee. Gefrustreerde toeschouwers molesteren de dugout van Gent. Het was precies een bom die naast ons viel, maar het was de plaat, de dakplaat die naar beneden kwam. Dus ja, het was wel even verschieten. Maar misschien moet de club eens nadenken over wie ze daar zetten. Juist achter de dugout van de bezoekers moeten toch mensen zijn die zich een klein beetje kunnen beheersen. In de slotfase zijn er nog wel een paar kansjes voor Antwerp. Keita probeert het 2 keer van ver, maar doelpunten blijven uit. Gent blijft de ongeslagen leider. We zijn tevreden met eindelijk is een punt op Antwerp. Het was heel lang geleden. Vanavond nog 2 inhaalmatchen. Club Brugge Genk, dat is voor straks. En RWDM en Union die zijn op dit moment al hun Brusselse derby aan het spelen. Bij de rust staat het er 2-2. Maar de aanloop naar die match die werd gisteravond ontsierd door rellen in Sint-Gilles. Zowat 50 mensen uit de harde kern van vooral RWDM kwamen er rond 10 uur amok maken. De incidenten duurden minder dan 10 minuten, maar er zouden wel 3 mensen gewond zijn geraakt. De politie bekijkt nu camerabeelden om de daders te identificeren. Ook vanavond werd er dus nog gevreesd voor rellen, maar voorlopig is het rustig in de hoofdstad. 200.000 golffans die zullen de komende dagen in Rome naar de Ryder Cup gaan kijken. Dat is een groot internationaal golftoernooi dat om de 2 jaar gehouden wordt.
Ook bij ons is golf populair. Eind dit jaar zullen er in Vlaanderen 50.000 mensen aangesloten zijn bij een golfclub. Die banen die worden dus vaak gebruikt, maar het onderhoud ervan is niet altijd even milieuvriendelijk. De golfclubs die proberen nu wel meer en meer in te zetten op de natuurvriendelijkheid van hun terrein. We gingen kijken bij een club in Melsbroek, Vlaams-Brabant. 1, 2, 3. Wat vinden jullie zo leuk aan golfspelen? Dat je beter kan worden en wel matchen kan gaan doen en dat je dan naar andere landen kan gaan om meer aan te gaan spelen. Dus als je trofeeën kan winnen. Trofeeën kan winnen. Heb je al een trofee gewonnen? Nee. Mijn vader ook niet. Als de huidige trend zich doorzet, zal Golf Vlaanderen eind dit jaar de kaap van 50.000 leden ronden. Daarmee komt golf op de 6e plaats wat betreft officiële beoefenaars van een sport in Vlaanderen. Vooral jongeren kunnen ook aan een lagere prijs met golf beginnen. Welk stukje van golf vinden jullie het leukst? De rust van de golf, dan is het best stil en dan kan ik me goed concentreren voor een goal te maken. De oppervlakte van alle golfterreinen in Vlaanderen is gelijk aan zo'n 3000 voetbalvelden. Hier op de Brabantse golfclub gaan ze dan ook voor zo'n ecologisch mogelijk terrein. Het water is eigenlijk al het water dat opgevangen wordt op de luchthaven en van startbanen en dergelijke. En dat geeft ons de mogelijkheid om verder dat water te herbruiken om heel het domein te beregenen. Er zijn heel veel delen die minder intensief gebruikt worden. En dan is het interessant om die gaan in te schakelen als bijvoorbeeld een bloemenweide. Delen van het terrein zijn ook via wandelpaden voor iedereen toegankelijk. Natuurvereniging Natuurpunt erkent dat juist gebruikte golfterreinen positieve effecten hebben, maar nuanceert ook. Het zou natuurlijk veel beter zijn moesten we dergelijke recreatie kunnen doen op oude stortplaatsen bijvoorbeeld, zodanig dat we eigenlijk en een kroperdere bodem krijgen en een biodiversiteitstoename. In het verleden werden er veel pesticiden gebruikt om een golfterrein te onderhouden ten koste van de biodiversiteit. Dat wordt hier niet meer gedaan. Hoe gaan wij dat opvangen? Wij gaan zoeken naar resistente grassen die beter kunnen optornen tegen ziektebeelden, tegen aantastingen van schimmelziektes en dergelijke. Dus het is belangrijk om een goed evenwicht te creëren in de natuur. Overmorgen begint in het Sportpaleis in Antwerpen het WK-turnen. De grote ster van dat WK, de Amerikaanse Simone Biles, heeft er daarnet voor het eerst getraind. Biles maakt op het WK haar internationale comeback. De Amerikaanse is de beste turnster ter wereld. Ze won 7 Olympische medailles en 19 wereldtitels. Maar 2 jaar geleden, op de Olympische Spelen in Tokio, kreeg ze last van mentale problemen. Ze wist tijdens haar sprongen niet meer precies wat ze moest doen. Daarna liet ze turnen links liggen tot begin vorige maand. Er was ook een aandachtige toeschouwer op de training van Biles, Nina Derwaal. Zij moet zelf passen voor het WK door een schouderblessure. Ja, zaterdag begint het dan echt. Dan is alle actie te volgen op Sporza natuurlijk. Dankjewel, Tess. De bedoeling is eigenlijk om even goed op te vallen, omdat je sinds deze week je actie kan registreren via dewarmsteweek.be. En ik geef eigenlijk het goede voorbeeld. Ik weet dat er veel mensen kerstmarkten organiseren. Dus voilà, dat is even om iedereen wakker te schudden. Het is nog maar 3 maanden tot kerstmis. Een goed moment om in gang te schieten, leek ons. Opvallen was de bedoeling en dat is ook gelukt met een kerstmarkt in september. Stubru wil zo aandacht vragen voor de warmste week en mensen oproepen om acties op te zetten. De opbrengst gaat deze keer naar projecten die kinderen en jongeren helpen om zonder zorgen op te groeien. Dus ik mag nu de kerstmarkt officieel voor geopend verklaren. Zo, dat is door. Voilà, Eva, geef er maar een lap op. Ga er maar voor. Hè. Het is 20 graden in Brugge, maar de kerstmuziek schalt al door de boksen. Radiozender Stubru zet een kerstmarkt op waar je koffie kan drinken of liedjes kan zingen voor het goede doel. Last Christmas. Het is het startschot om acties voor de warmste week op te zetten. Die zet zich dit jaar in om kinderen te laten opgroeien zonder zorgen. Dat kan gaan over geweld thuis of ergens anders. Dat gaat over pesten. Dat kan over zoveel gaan, maar hoe het ook is, het zorgt voor een achterstand. Het zorgt voor ja, ook vaak mentale issues die ervoor zorgen dat je niet dezelfde kansen hebt als andere kinderen. Let it go! Let it go! Voor een vrije bijdrage kan je hier karaoke zingen voor de warmste week, waar deze meisjes zich vol overgave voor inzetten.
Ik vind het belangrijk dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn en iedereen kan bloeien en gewoon ja, de warmste vlam in zich kan ontvinden. Bijna 300 organisaties die zich inzetten voor kwetsbare jongeren hopen op een goede opbrengst van de warmste week. Voor sommige bezoekers hier komt dat thema erg dichtbij. Ik vind het leuk dat ze dat dit jaar het thema is, want sommige mensen, sommige kinderen krijgen niet dezelfde kansen of worden gepest. Ik ben daar ook ooit doorgemoeten en zo, dus ik weet hoe hard dat is. Acties registreren kan vanaf nu. Over 3 maanden zendt de warmste week live uit vanuit Brugge. Ik heb tot slot nog het weerbericht. Vannacht eerst overal droog, later lichte regen over het uiterste westen van het land. Het blijft wel zeer zacht, het kwik zakt niet onder de 17 graden. Morgen gaat het af en toe lichtjes regenen en we halen tot 21 of 22 graden. We begonnen dit journaal met 2 schietpartijen op 2 plaatsen in Rotterdam, met 2 doden en 1 zwaargewonde als gevolg. De dader is opgepakt. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Er zijn 2 dodelijke slachtoffers gevallen bij de 2 schietincidenten. 1 is de vrouw die in de woning is neergeschoten. Het andere dodelijk slachtoffer is de docent die in het universitair ziekenhuis is neergeschoten. Bij zijn aanhouding rond 4:30 had hij een vuurwapen op zak en droeg hij een kogelwerend vest. Zijn daad zien wij als een gerichte actie, maar het vergt nader onderzoek om duidelijkheid te krijgen over het hoe en het waarom.